Hey, 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 Manifestation Junkies. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom podcast. Zondagavond, genietend van een zonsondergang op mijn werkkamer in die ene chille stoel. Was ik aan het denken, ga ik nog een podcast opnemen of niet? En toen opende ik mijn Instagram voor degenen die het gevolgd hebben gisteren. Nou, vandaag dus, maar als je hem luistert, tenminste als je hem maandag luistert, dan is het gisteren. Ik plaatste vandaag een reel online vanochtend en ik heb een tijdje getwijfeld van tevoren of ik dat zou doen. En de reden was omdat ik wist dat hij heel veel haat zou krijgen. En uiteindelijk besloten om het toch te doen, met als hoofdreden dat ik hoop en weet dat er één iemand mee geholpen gaat zijn en dan is het het waard. Daarnaast, wat ook een grote rol speelde toen ik mezelf afvroeg, ga ik het wel doen, ga ik het niet doen? Al die hate comments is nooit leuk, laten we heel eerlijk zijn. Maar ik ben ook zo'n voorstander van speaking your truth. Maar ook echt je volledige waarheid. Gewoon durven uitkomen voor wat je vindt. Ook al weet je dat dat mensen voor het hoofd gaat stoten. En dit is iets waar ik een voorbeeld van wil zijn. Dit is iets wat ik wil aanmoedigen in deze wereld, in deze online wereld. Ik vind dat veel te weinig mensen dit doen. En ik zie veel te veel accounts die heel erg op veilig spelen. Wat ik snap, want dat maakt dat je niemand voor het hoofd stoot. Maar aan de andere kant, business-wise, maakt het ook dat niemand jou echt kan vinden. Want je steekt daar niet bovenuit. Mensen die een bepaalde mening hebben, die hebben haters. Vaak veel haters ook. Maar als het goed is, nog meer lovers. En dat zijn mensen die zich helemaal kunnen vinden in... En misschien niet eens per se zich helemaal kunnen vinden in alles wat die persoon zegt en doet en is. Maar zich toch sterk aangetrokken voelen tot en van die persoon willen leren en... Uiteindelijk is dat wel hoe je, naar mijn mening, hè, hoe je een community bouwt. Er zijn veel meer dingen voor nodig en je moet er zijn en laten we heel eerlijk zijn. Hè, maar dat is wel hoe je mensen naar je toe trekt. En op het moment dat er geheet wordt, wordt er automatisch ook geloofd. Want er zijn altijd mensen zijn die zich wel kunnen vinden in wat je deelt. En misschien denk je niet, maar ik ben heel benieuwd wat je überhaupt gezegd hebt. Ja, ik denk, ja, misschien is het zinvol als ik dat even deel. Ik heb een reel online gezet die gaat over waarom. En let echt op mijn woorden ook, hè. Waarom voor de meeste mensen therapie niet werkt. En vervolgens ga ik daar dieper op in. Als je het interessant vindt, dan check de reel even op Instagram. En vervolgens ga ik daar dieper op in. En dat is ook naar aanleiding van mijn eigen ervaring en na het hebben mogen coachen van honderden mensen. En meer dan 1000 mensen één op één mogen coachen. Maar honderden keren dat ik dit gehoord heb. En dat meen ik echt, hè, honderden. Dat zij aangaven, dit helpt mij zoveel meer dan therapie ooit heeft gedaan. En daarmee bedoel ik niet dat therapie niet goed is. Of daarmee dat ik wil zeggen dat alle therapie hetzelfde is. Waar ik over uitweid in die reel is dat ik niet geloof in dat het altijd nodig is voor iedereen om terug te gaan naar het verleden. Om in het hier en nu een ander gevoel en een andere realiteit voor jezelf te creëren. Dat is de basiswaarheid van de wet van aantrekking. Ik heb in mijn jonge jaren zelfs in mijn leven 7, 8 verschillende therapeuten gehad. Een aantal niet vrijwillig en een aantal wel vrijwillig. En vanaf het moment dat de wet van aantrekking op mijn pad kwam, dat was het moment dat mijn leven een compleet andere wending kreeg. En dat ik doorbraak na doorbraak had. En dat dingen in een sneltreinvaart gingen gebeuren. En dat ik echt kon plaatsen waar ik mijn hele leven mee geworsteld heb. En het er niet bij horen en niet oké zijn met bepaalde dingen. Ineens kon ik alles in een ander perspectief plaatsen. En was het goed? En daarmee zeg ik ook niet, this is the way to go en dit werkt voor iedereen. Dat was helemaal niet mijn boodschap. Maar weet je, als mensen iets uit het verband willen rukken, kunnen rukken, dan doen ze het toch. En dat is wat gebeurde. En dat wist ik van tevoren, want daar vraag ik ook om op het moment dat ik
iets deel waarvan ik weet van ja, daar gaan heel veel mensen een mening over hebben. Dit heb ik in de tijd van de, toen ik puur alleen met Nooit Meer Op Dieet bezig was. Oh man, heb ik zoveel haat op me afgekregen. Ik weet niet of ik er een keer een post maakte over. Ik weet niet meer hoe ik het precies verwoordde. Alleen, je kan net zo goed chips eten als avocado. En daarom wilde ik ook een bepaald punt maken. En ook dat werd, en terecht, hè, want je zoekt het randje op. Maar ook dat werd compleet uit zijn verband gerukt. En ik werd helemaal afgemaakt. Maar die post kreeg zoveel comments. Het blew up. En dat is ook wat is gebeurd bij die reel. Niet normaal hoeveel comments. Niet normaal hoeveel views. In een hele korte tijd. Gewoon, it blew up. En meer dan ik had gedacht, moet ik eerlijk zeggen. En mensen vonden me ongenuanceerd, ook echt gewoon volle bak. Ik zal niet voorlezen. Als je dat zat, moet je het maar gewoon gaan bekijken. Maar het gaat ook niet om de reacties. Het gaat om wat er gebeurt op het moment dat je je mening uit. Op het moment dat je echt je waarheid spreekt. En ik mag zoveel ondernemers coachen die hier nog mee struggelen. Die het veel meer zouden willen, maar die toch onbewust zich terughouden, hè, are holding back, omdat ze bang zijn voor wat iemand daarvan vindt. En heel vaak is het zelfs de grootste angst is nog degene die dichtbij je staan, zoals vrienden, familie, partner, noem maar op. En dat snap ik, want dat is ook hetgene wat ik het meest vervelende vind. Van strangers, het is lekker makkelijk, weet je, dat doet me heel weinig. Maar mensen die dichtbij je staan, dat is niet fijn. En aan de andere kant sta ik er echt zo in. En ik wil daar een voorbeeld van zijn. En ik hoop je gewoon ook echt te inspireren. Geloof ik er echt in dat op het moment dat jij een bepaalde waarheid hebt. Dat jouw waarheid gehoord mag worden. Dat de wereld daarop zit te wachten. Dat dat juist gaat maken dat jij jouw doelen gaat bereiken. Op het moment dat jij je waarheid gaat spreken, gaan mensen zich aangetrokken voelen tot jou. Die willen jou volgen. Die willen bij jouw tribe horen. Die willen van jou leren. En uiteindelijk worden dat klanten. Uiteindelijk worden dat ambassadeurs. En dat wil je creëren. En op het moment dat je merkt dat je worstelt, dat je daar geen stappen in zet, dan is het super interessant om eens onder de loep te nemen. How much am I playing it safe? En één ding wat ik ook teach in de Six Figure Academy is het stukje hoezeer het je loont om controversieel te zijn. Want als je kijkt nu tegenwoordig, iedere online business heeft een Instagram pagina. En zoveel mensen doen de zaakjes hetzelfde. En er zal iets moeten zijn waarom men van jou wil leren. En ja, het is een combinatie van factoren, absoluut. Maar uiteindelijk gaat het erom dat mensen zich kunnen vinden in jouw visie. Dat ze jou zien als een voorbeeld, dat jij leeft wat je teacht. Dat maakt ook dat mensen bij jou willen zijn, van jou willen leren. Dat je leeft wat je teacht. Maar dat je ook gewoon echt jouw truth volledig speakt. Heel slecht Engels, maar je snapt wat ik bedoel. Dat je je waarheid volledig spreekt. Dat gaat echt maken dat jij jouw doelen van het willen helpen van zoveel mensen en het willen groeien gaat behalen. En in de kern waar ik mee begon, als het goed is, wil je dit doen. Omdat je oprecht gelooft dat je minimaal één iemand helpt door je waarheid te spreken. Als er één iemand is die dit vandaag moest horen, dan is het missie geslaagd. En hoe meer je er zo in kan gaan staan, hoe makkelijker het wordt om oké te zijn met de shit die je op je afkrijgt. Wetende, if you haven't offended someone by noon each day, en dat is overdreven, I know, maar dat is een famous line van Dan Kennedy, die ik jaren geleden, dat heb ik al eerder gedeeld, echt met haar hart heb genomen. If you haven't offended someone by noon each day, you're not marketing hard enough. En toen dacht ik, oké, dit is echt een goed iets. Dit is een compliment. Weet je, bijna niemand durft dit. En door het te durven alleen al, ben je goed bezig. Omdat het jouw waarheid is en jouw waarheid mag gedeeld worden. En je bent hier als het goed is, omdat je mensen wil helpen. Dat moet je nummer één doel zijn. En je helpt mensen niet door niet volledig jezelf te zijn en niet volledig je waarheid te spreken. Je helpt anderen niet en uiteindelijk help je jezelf ook niet, want daardoor bereik jij ook je doelen niet. Dit mag. We leven in een wereld waarin dit kan. En als het goed is,
De mensen die jij volgt, die jij inspirerend vindt, die zijn een voorbeeld van hun waarheid spreken, hun mening uiten, ongeacht wat de reactie daarop is. En het is fucking eng. En ik ga ook niet zeggen, ik vind dit leuk. Ik vind dit niet leuk, wat er komt. Ik vind dit niet leuk. Ik ben er oké, ik lig er niet van wakker. Het is mijn keuze. Ik wist dat het ging gebeuren. Het is oké. Maar leuk is het niet. Laat dat heel eerlijk zijn. Ik denk dat ik door heel veel heen ben gegaan. En dat ik vooral ook heel erg oké met mezelf ben geworden. Dat het vooral een zelfliefdereis is die heeft gemaakt. Dat ik oprecht dit... Niet dat ik het niet voel, maar niet dat ik het voel in de zin van... it affects me. Dus ik heb er last van. Dat is het niet. Ik lig er niet van wakker. Ik kruip niet in mijn schulpje. Ik word er niet onzeker door. Het is wat het is. En dat is een reis geweest. Want ik weet nog in het begin, toen dit gebeurde en toen de hate comments kwamen. Oh mijn god, ik kom al door de grond zakken. Echt janken. Door de grond zakken. Super onzeker. Ik dacht echt, ja, als het zo moet, hoeft het voor mij niet hoor. Ik ga niks meer posten. Ik ga wel lekker veilig doen. Allemaal dingen die mensen leuk vinden. Maar ja, uiteindelijk los je daar niks mee op. Dat helpt je niet. En ik wil ook zo'n voorbeeld zijn van practice what you preach. En als ik dit preach, dan moet ik daar een voorbeeld van zijn. En uiteindelijk werd het echt uit zijn verband gerukt. Want als je echt luistert naar wat ik zeg. En ook de tekst die ik er nog bij heb geschreven. Maar ook daar weet je, mensen lezen toch niet. Mensen horen wat ze willen horen. En het is oké dat iedereen een andere mening heeft. Ik probeer nu ook niet een pleidooi te houden. Dat mensen met me één moeten zijn. Want dat is nooit mijn intentie. Iedereen mag zijn waarheid hebben. Maar dat is het ook. Het is slechts een mening. En een ander mag een andere mening hebben. En that's oké. En ook dat hoop ik. Dat je meeneemt. Dat je geïnspireerd voelt. Dat je ergens zin krijgt om jouw, laten we die erin houden, jouw truth te spreken. Daar echt volledig voor te gaan, wetende. Ik doe een disservice naar degene die ik wil helpen. Die op mij zitten te wachten. Als ik dit niet doe. En als gevolg daarvan doe ik een dikke vette disservice to myself. En hoe zonde is dat? Je hebt verdomme wat te doen hier op aarde. Ik heb hem te lang niet uitgesproken, maar ik ga hem er wel vaker in gooien. Want ik voel hem zelf ook weer heel sterk. Je hebt verdomme wat te doen hier op aarde. Alsjeblieft, voel die. En whatever het daarmee in lijn is, ga dat doen. Durf het te doen. Ga jouw pad volgen. Fuck de regels. En fuck de mening van een ander. Jouw pad is goud. Jouw visie is goud. Jouw mening is goud. Voor jou, jouw ideale klant. Mensen zitten op jou te wachten. Mensen zitten op je mening te wachten. En je zult heat krijgen. Maar heel eerlijk, als je niks doet. Mensen vinden toch wel wat als je niks doet. Ik kan me nog herinneren in de tijd dat ik... Nou ja, in die fase dat dat begon. En ook in het begin. Op het moment dat ik het niet deed en ik kroop in mijn schulpje, dachten mensen dat het niet goed ging met mijn business. Ik kreeg ook van alles op me af. En op het moment dat ik het wel ging doen, ja, toen kreeg ik heet op me af, inhoudelijk. En uiteindelijk, toen ik die zin hoorde van Dan Kennedy, if you haven't offended someone by noon each day, you're not marketing strong enough, toen dacht ik, oké, we gaan dit eens even anders doen. Want ik geloof hierin, mensen zitten op mij te wachten en het is verdomme tijd. Ik heb verdomme wat te doen hier op aarde, sorry voor mijn gevloek. Ook hier vinden mensen iets van, dat weet ik, maar ook dat is oké. Voel ook echt, nu ik dit zeg, hè, voel ook echt. Oh, dat wil ik ook nog even delen, want dit gaat ook gebeuren. En daar word je ook onzeker van, weet ik zeker. Ik ben in een paar uur tijd 75 volgers verloren. In een paar uur tijd 75 volgers weg. Er zullen nog meer worden. Misschien niet, misschien wel, maar... En dit is oké. Want mensen die zich hierin niet kunnen vinden, of die niet de nuance hierin kunnen vinden, of echt kunnen horen wat je echt bedoelt, zijn niet jouw mensen. En het is oké dat die weggaan. Het is oké. Dat is niet jouw tribe. En hoe meer je daar oké mee gaat zijn, hoe meer je dit ook gaat zien als iets goeds, het kan best zo zijn dat je volgers gaat verliezen hierdoor. En dat je denkt, ja, maar Kim, jij zei toch dat dit goed voor me zou zijn. Het kan best zo zijn dat er eerst een shifting gaat plaatsvinden. En later gaat ook nog een shifting plaatsvinden, want dit gaat met ups en downs. Ik kan er 200 bij krijgen en ik kan er ook weer, 100, 150 verliezen. Zo, ja, ik zal niet per se zeggen, that's how it works, want je kunt ook lekker stabiel blijven. Maar ik hou wel een beetje van een beetje opschudding en van een beetje instabiliteit. Ja, ik hou wel van een beetje onzekerheid en instabiliteit. En
Ik denk dat dat een goede eigenschap is van een ondernemer. Ik was vroeger alleen maar van de zekerheid. Oh my god, ik was helemaal klaar met mezelf. En ik dacht, dit gaan we even anders doen. En alsjeblieft, laat dit jouw schommel in je kont zijn. Jouw call naar, oh, dit is het, ik moest dit horen. Fuck ja, ik mag mezelf ook veel meer laten horen. Wat jij vindt, mag er zijn. Wat jij vindt, mag de wereld ingeslingerd worden. Onthoud dat. Dat het juist goed is om controversieel te zijn. Want dan ga je er bovenuit steken. En als je nu merkt dat dat niet lukt, dat je je afvraagt van ja, hoe krijg ik meer volgers? Of hoe worden mensen uiteindelijk trouwere volgers, ambassadeurs? Zullen ze klanten worden? Willen ze van me leren? Dit is daar een heel belangrijk onderdeel in. Walk your talk. Een voorbeeld zijn van wat je teacht. Daar geloof ik heel erg echt in. Leven van wat je teacht. Maar vervolgens ook volledig je waarheid durven spreken. Omdat zo weinig mensen het durven, ben je inspirerend. Want een ander denkt, oh, ik wou dat ik dat durfde. En ik ben echt hier om je aan te moedigen om dat te gaan doen. Want diep van binnen weet je, diep van binnen voel je het. Ga alsjeblieft luisteren naar je gevoel. Je gevoel klopt. Even if it's scary, do it anyway. Feel the fear and do it anyway. Er zit iemand op jou te wachten. En is het niet fantastisch dat één iemand geholpen wordt door het wel te doen? Neem die haters voor lief. Weet dat het erbij had. Ben er oké mee. Het is niet persoonlijk. En het is lekker makkelijk vanaf een schermpje. Maar weet ook, ik own dat volledig. Weet je, ik zoek het op. Want ik gooi het online. Dus own het ook. Pak die verantwoordelijkheid ook. Het is oké dat het gebeurt. Want ik maak de keuze om dit publiekelijk te delen. Dan moet ik ook oké zijn met alles wat daarop afkomt. Dat is een online business. Nee, en daarmee wil ik helemaal niet zeggen, dit moet, dit hoort erbij en dit is niet leuk. Nee, dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar ik wil alleen maar zeggen, het dient je zo. Als je wel je waarheid gaat spreken en even hier doorheen gaat. Het is gewoon even een fase waar je doorheen moet. En hoe meer je dit ervaart en dat doorheen gaat, hoe meer je daar oké mee wordt en makkelijker in wordt. En hoe meer je het gaat doen en oké wordt, echt oprecht met alles wat komt. En het is gewoon een onderdeel van, naar mijn mening, van het reis van de reis van een mens. En een reis als ondernemer. Life is nothing more than a journey back home. Die blijft terugkomen. Ik vind hem zo mooi uit het boek The Saint, The Surfer and The CEO. Dat is het gewoon echt. Want toen je ter wereld kwam in de kern, you didn't give a fuck about the opinion of others. Waarom? Omdat jij helemaal oké bent met jezelf. En dat oké zijn met jezelf, ga dat weer voelen. En dan mag je het wel voelen, dat mag niet leuk zijn, maar je hoeft niet uit het veld te zijn geslagen. Je hoeft niet het idee hebben van, ik ga even terug in mijn schulpje. Dat is het niet. En ook hier mag je doorheen gaan, absoluut. En misschien ben je het wel helemaal niet met me eens met die uitspraak die ik ook net gaf. Hè? Van, ik geloof dat de therapie voor de meeste mensen niet werkt. En natuurlijk zijn er allemaal vormen, maar het ging puur over dat het een must is om terug te gaan naar het verleden. Of dat je iets moet helen, daar geloof ik niet in. Dat het niet absoluut noodzakelijk is en dat was het punt dat ik wilde maken. Ik geloof er echt in dat je al heel bent. Ook dat was voor mij thuiskomen toen ik dat hoorde. Mijn hele leven ben ik naar allemaal therapeuten geslingerd om te helen. Ik heb mijn hele leven gedacht dat ik niet oké was, dat er iets mis met me was. Ik hoorde nergens bij. Tot mijn 7e levensjaar heb ik alleen maar gehuild als kind. Hysterisch. Ze moesten de deur op slot doen en me mee rukken. Elke dag op school aan mijn arm. Omdat ik elke dag opnieuw dacht dat mijn moeder nooit meer terug zou komen. Elke dag, 7 jaar lang. Elke dag opnieuw. En ik dacht ook, wat is er mis met mij? En mijn ouders gingen er allemaal therapeuten voor mij om te achter te komen van wat is er toch met haar en hoe kunnen we haar helpen en hoe kunnen we haar dat vertrouwen geven. En nou ja, op jonge leeftijd heb ik al gedacht, ja, er is iets mis met mij, ik hoor er niet bij. Ik ben ook altijd super onzeker geweest. Ik voelde me echt een complete misfit eigenlijk in deze maatschappij. En uiteindelijk is mijn gevoel van not belonging mijn grootste geschenk ever geweest. Want daardoor ben ik mijn eigen pad gaan volgen. En ben ik gaan doen wat mij gelukkig maakt. En dat gaat in tegen alles wat ik van de school heb meegekregen. En ik geloof dat je op school wordt opgeleid om een hele fantastische werknemer te zijn. En ook daar is niks mis mee. Maar ik kan een ander pad wandelen. Dus als je dit voelt, zie dat dit je grootste blessing is. En je grootste kracht. En dat het de bedoeling was.
Dat kan ik nu ook zien. En dat heeft ook de wet van aantrekking voor mij betekend. Ik kon alles ineens zien voor wat het echt was. En eerder was het hetzelfde, dezelfde situatie was, er is iets mis met mij. En vervolgens was het, wauw, dit is allemaal goed en ik ben precies goed zoals ik ben. En het had allemaal moeten gebeuren, want het heeft me gebracht tot waar ik nu sta. En ik zie de kracht ervan. En ik zie ook hoe goed het is om anders te zijn. Durf anders te zijn. Het gaat je zoveel opleveren en in de kern laat het je joy opleveren. En vanuit joy ben jij magnetic. Krijg je er zelfs een beetje, weet je niet, een brok in mijn keel van dat ik denk, ik gun het je zo om je eigen pad te bewandelen. Het gaat je zo enorm dienen. Het is ongelooflijk wat er gebeurd is de afgelopen jaren. Als ik erbij stilsta, dan denk ik echt, hoe dan? De wet van aantrekking gaan leven heeft echt mijn leven veranderd. Compleet veranderd. Op alle vlakken. Het is insane wat zoiets kan doen. En ook dit zeg ik weer niet om te zeggen, ja, maar je moet dit gaan geloven, want this is the way to go. Nee, absoluut niet. Maar hoe mooi is het dat er iets bestaat wat voelt als thuiskomen voor je. En het enige dat belangrijk is, is dat jij datgene vindt wat voor jou voelt als thuiskomen. Want je bent al thuis. Je moet alleen jouw pad vinden om dat weer te voelen. Oké? Dus please, speak your truth. Ga doen wat jij verdomme hier te doen hebt. Ga staan waar je voor staat. En je mag af en toe wankelen. Maar ga vervolgens weer staan. You got this. En mensen zitten op jou te wachten. Oké. Heb een deal. Oké. Alsjeblieft, let me know. Stuur me even een DM alsjeblieft. Als je waarde hebt gehaald uit deze aflevering. En ik zou het uiteraard heel tof vinden als je hem deelt. Thank you for listening. As always, you got this. En het is ook oké om volgers te verliezen. Hè? Onthoud die. Onthoud die. Het kaf scheidt zich van het koor. Uiteindelijk wil je die mensen niet die weggaan als je iets zegt waar ze het niet mee eens zijn. Onthoud die. It's goed. If you haven't offended someone by noon each day, you're not marketing strong enough. Hard enough. I don't know. Het is allebei goed. You got this. We gaan dit samen doen. Oké? Oké. Thank you for listening. En tot de volgende keer. Mwah.